Zo mensen, jawel, welkom weer naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Ik heb zojuist gelivestreamd, maar ik heb nog weer iets opgemerkt dat het redelijk vaak vast blijft hangen. Ik kan jullie dus hier zo zetten. Dus ik ga even een andere indeling doen. Maar ik weet dus niet waar ik juist jullie kan zetten. Dus ik ga dit hier doen, deze bak. Ik ga ook de lichtinval even anders maken. Voilà. Dus het gaat allemaal over deze bak hier. Het is hier toch niet zo warm hierin. Ik snap het dan niet. Ik ga dus mijn externe harde schijfjes hier uithalen. En die ga ik dan hier van boven opplanten. Dus dan moet ik daar ook nog wat plaats vrijmaken. Daar ben ik nog wat mee bezig. Al mijn harde schijven. Dus al mijn harde schijven daar, wat hier ligt, ben ik nu aan het verplaatsen. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Nu plug ik deze even uit. Voilà. Deze ga ik alleen plug uit. Hier zo zetten. Voilà. Deze twee plug ik ook uit. Ah, en dat is een hele zware. Met een kabelcutter rond. Voilà. Nee, hop. Deze zet ik daar. Ik hoop niet dat het gaat vallen. En nu hoop ik ook niet dat op het huis zo in één keer hier is. En nu ben ik wel even, zit ik wel in een moeilijke positie. Even de muntjes daar weghalen. Voilà. Ik wil toch deuren. Eens even gaan kijken buiten. Ja, dat is dus Sophie van Op het Huis. Dus die is onderweg naar hier toe. Dat is kut. Want ik ben niet klaar. Allee, tot zo. Want je gaat nu trek de bellen horen. Voilà. Dus ik ga jullie laten. Ik ben dan wel al blij dat jullie wel massaal al naar de livestream hebben gekeken. Dus ik ga jullie laten. Dus even gesprek. Zo mensen, bol. Ik ga jullie afzetten. Ik ga nu door naar mijn schatje toe. Ik heb ook goed nieuws binnengekregen. Dus ik kan naar mijn schatje toe rijden. En dan terug naar hier rijden. Yay! Voilà. Even mijn schoentjes aandoen. Voilà. Dan nog mijn... eens even kijken. GSM check. Computer check. Ga ik nu afsluiten. Dus ik hoop dat dit genoeg gaat zijn voor geen haperingen meer te hebben in mijn games. Hopelijk. Voilà. Dan nog mijn studiolamp buiten natuurlijk. Voilà. Ga eens uit, alstublieft. Hij wil niet uitgaan. Oké, dan. Voilà, het is uit. Oh, stilte. Voilà, jasken aan. Is hij al vertrokken? Nee, ze is nog altijd niet vertrokken. Come on. Ik wil ook eens kunnen vertrekken. Ah ja. Ik heb even mijn portefeuille nodig gehad. Ja, die moet ik terug ook insteken.
Dan nog de was nog gaan brengen bij mijn ouders. Moet ook nog gebeuren. Even de wasmand klaarmaken. Ik was dat echt aan het vergeten, hè, mensen. Mijn wasmand die bij mijn ouders terecht moeten komen. Die was ik aan het vergeten. Voilà, alle washandjes zijn ook lekker droog. Ja, nu kan ik het hier niet zien. Als ze vertrokken is om in de slaapkamer. Dan kan ik het niet zien, nee. Voilà. Sessa. Ik heb het ook eerlijk toegegeven. Ik heb iets, ja... Ze is nu juist vertrokken. Dus nu kan ik ook rustig op mijn gemakje gaan vertrekken. Zonder dat er iemand ook nog iets zegt van nee, je moet dit doen, je moet dat doen, 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 je moet dit doen, je moet dat doen. Noem maar op. En blijf maar gewoon. Ziet, ik had hier die kassabonnetje gestoken voor Glenn. Voilà. Dan de gangdeur open. Nee, niet open. Dan zeg ik ook al de sleutel al rechtstreeks in aan de andere kant. Voilà. Dan leg ik jullie hier op. Voilà. Dan pak ik jullie zo mee. Da di da di da 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 di da 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 da. Voilà, eerst langs mijn ouders. En dan van mijn ouders naar mijn schatteke toe. En dan van mijn schatteke terug naar hier toe komen. Ja, ik heb nog redelijk veel te doen. Oh, ik dacht dat hier de dingen open stond. Ja, jullie horen hier straaljagers. Voilà. Ik heb toch mijn sleutels mee, hè? Ja, oké. Okay. Die gaan we dan in de koffer steken. Voilà, in de koffer. Is het niet open? Nee. Het begint ook zo wat te regenen nu in één keer. Ah, wat een weer vandaag. Voilà. Die mag open blijven. Ah ja. Moet dan nog even in zijn. Hier zijn. We zitten hier precies zo aan een zin. En nu zeggen jullie van waar zij gaat zeggen. Hier zijn precies ook meeuwen aanwezig. Ja, ja, ja. Maar ik kan jullie nu laten. Ik kan nu vertrekken. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Zo mensen, jawel, jawel, jawel. Ik heb redelijk wat zitten rond te bellen, rond te bellen, rond te bellen. Zowel naar mijn werk toe, als naar mijn vader toe. En dat allemaal rond het thema ACV, verkiezingen van op het werk. Daar is iets heel raars gebeurd. Ik zeg nooit, nooit ja op verkiezingen. Dus ik wil ook niet op die lijst staan, noem maar op. Oké, okay, ik heb wel eens één keer op de verkiezingslijst gestaan van de gemeente Algen met de Pokémonlijst. Vond ik wel grappig. Dankjewel Kenny daarvoor. Die dat heeft geregeld toen. Het was wel tof hoor. Maar ja, ik zat dus zo op een lijst voordat ik verkozen te worden. Maar ja, dan zit ik wel met één groot probleem. Als ik word verkozen, moet ik dan ook naar redelijk veel vergaderingen gaan. En kan ik ook niet meer voor de gaming scene er zijn. Ja, ik wil dat niet. Ik zit nu ook al goed bij het Rode Kruis in Alken. Niet te veel taken,
af en toe eens helpen. Zo gelijk bij bloed gaan geven en al. Oké, dan doe je dat wel graag. Elke maand is er één keer in de maand vergadering van wat er allemaal te doen valt. Welk evenement dat ze hebben binnengekregen voor gaan te helpen. Noem maar op. Dan weet je dat. Maar voor de ACV-lijst, ik wil daar echt niet gaan opstaan. Nee, ik sta daar echt niet graag op. Dus voor de verkiezingen, nee, not done. Dan weten jullie dat. Allee, ik ga jullie laten nu. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ciao, ciao, ciao. Ja, yeah, mensen, ik heb een klein beetje slecht nieuws. Ik ben de vlog van gisteren vergeten in de upload te gooien en te renderen. Dus, en het is nu juist 7 uur aangebroken. Dus dat is nu veel te laat ervoor. Nogmaals, mijn excuses ervoor. Ik weet het. Dus 2 vlogs op 1 dag zijn er dan online gekomen. Woehoe! Yeah! It's me, Mario! Woehoe! Luigi! Ik heb dat we gaan slapen. Denk je? Ja. Je ooit luisteren voor mij? Denk je dat ik dat niet wou zien? Kan zien, ja. Ja, mensen, nu zijn jullie ook wel nieuwsgierig, hè? Maar ik wou in te luisteren, dus, maar ik ga het dus niet doen. Je wilt me te huwelijk vragen, want daarom wil je het niet zeggen. Nee, dat is het ook niet. Ja, zeg het dan als het niet dat is. Ah, wel, ja, jij hebt erachter zitten te hunksteren, hè. Dus nu niet boos zijn, hè. Ah, wel, hè. Dan ga ik ze deze nacht dus goed verwennen. Antoine, ik wijs het niet meer op. mijn schuisboven buurvrouwke zag mij wuiven. Hé, hey, en die wuift u terug. Ah, ik denk dat ik weet wie. Ja. Dus mensen, ik ga hier de vlog van vandaag beëindigen. Op waar kan ik deze best ophangen? Hier. Ik weet niet, er zijn twee dozen staan daar in de weg. Voilà, ik ben uit de weg. Dus, tweede maal, ik ga dus de vlog nu beëindigen voor vandaag. Ik ben moe. Ik ga nog wat series kijken. Mijn schatten ook, natuurlijk. En dan hopen dat het trap morgen is. Waarom? Ik hoor op de toren van u. Oké. En weet je waarom dat ik dat zeg? Hopelijk is het trap morgen, mensen. Eens kijken als mijn schatje het weet. Jij hebt een woontag vandaag. Nee, dat niet. Ja, dan weet ik het niet. Het begint met een F. En ik heb juist gezegd dat ik wil naar series kijken. Familie. Ja, en dan is de nieuwe week van de familie online. Nee. Niet op vrijdags. Op zaterdags. Ja, en deze vlog is op zaterdag online. Ja, maar dan kun je toch niet zeggen op vandaag? Jawel, voor hun is vandaag, hè. Ah, ja. Je zegt wat je wilt, ik wil het niet. Ze is ook moe. Ze is ook moe, hè, schatteke. Ik moet niet altijd alles gelijk geven wat jij zegt. Zwijg gewoon over mij. Oeh, oké. En nee, en de friteer ook al. Zei je ook alweer iets wat niet lekker zat? Deed je ook zoiets gelijkaardigs? Oké. Toen zei ik ook dat jij moest stoppen. Oké. Maar ik ga nu de vlog wel afsluiten. Ik zie u subiet terug. Oh, naar u toe is subiet. Oh, ik wou zeggen, ik zie u morgen terug, hè, schat. Ja, oké, dat is goed, hè. Nee, dat is niet goed. Jawel. Oh, ik ben zo moe, hè. Dat is goed, tot morgen. En dan ga ik nu terug mijn schoenen aandoen en naar huis, hè. Eerst in dan geloven. Waar zijn mijn schoenen? Ik heb ze niet weggezet. Maar ik ben iets aan het zoeken en die camera staat nog daar en ik wil niet ervoor komen. Oké, dan ga ik nu de vlog beëindigen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog
video of een livestream is. Voor de rest zeg ik als altijd als afsluiter: yo, 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 yo!